Yo guys, Jeroen hier van Survivor & Coaches. Huh? Opeens een nieuw filmpje. Waar komt die nou weer vandaan? Nou, ik sta vandaag bij Thor, jullie kennen het misschien wel. En ze hebben hier hun clubkampioenschappen, oftewel de Thor Viking Games. En ik dacht, ik maak even een tof filmpje. En meteen kan ik deze gelegenheid gebruiken om jullie te vertellen waarom wij even een pauze hebben genomen van social media. Het zit namelijk zo, sommigen van jullie weten het al. We zijn bezig met onze eigen Survivor Run trainingslocatie hier in Zwolle. Dat betekent dat we afscheid nemen van Thor, waar we jarenlang hebben getraind en training hebben gegeven. En het is tijd om verder te gaan en om onze eigen locatie te openen. Wij willen graag van Survivor Run ons werk maken en dit was een mooie gelegenheid die op ons pad kwam. Dus die grijpen we graag aan. Daarnaast vragen velen van jullie hoe het met mijn challenge staat. Nou, ik ben nog steeds hard aan het trainen. Wekelijks gaan er veel zwem-, fiets- en hardlooptraining in. En ik heb inmiddels ook al een mooi balkje uitgezocht. Maar daar gaan wij binnenkort ook op social media wat meer over delen. Voor nu storten we ons even volledig op die eigen locatie. En hopelijk kunnen we jullie binnenkort daar meer over vertellen. Voor nu geniet van dit filmpje van de Thor Viking Games. Later! Wie loopt daar? Ik heb ze bij Tim, baby. Ja, hoe ging het? Tja. Een lange draak. Iedereen is heel enthousiast, dus heel leuk. Ja. Yes, om natuurlijk echt coronaproof te houden, hebben we hier onze corona minions. We hebben ze zomaar even gebombardeerd. Naast dat ze heel goed stroopwafels kunnen eten, kunnen ze heel goed de afstand bewaren. Dus smaai je er door even voor. Op het moment dat de deelnemers gefinished zijn, worden ze ook door de corona minions weer meteen het terrein afgestuurd. Zodat we niet te veel mensen op de baan. Beste wij, good morning. Good morning, Niels. Gaan we weer buiten spelen? Het is een tijdje geleden. Ik ga een klein runnetje lopen. Ik heb er wel weer zin in. Het is echt lang geleden. Maandje of 3-4, maar we gaan kijken wat er nog in de lijf zit. Ik heb zin in. Ik ga eerst even een zenuw trucje doen. Hallo, aangenaam kennis te maken. Ja, ik vind het echt spannend. Serieus? Ja, dat is een paard. Ik geef ook altijd dat slijm, joh. Yeah.
ben kapot, Jeroen. Nooit stoppen met trainen. Je zei dat wij deze op mochten slaan, Erik. Normaal ga ik doen. Onderlangs, hè, zei je? Ja, onderlangs. Tijdens de race moet je gewoon weten welke intensiteit wil ik lopen. En daar zie je gewoon degene die nog specifieker heeft getraind, dat veel beter zien toe te passen. En dat betaalt zich terug in gelijkmatig door kunnen klimmen en meer tempo kunnen houden. Ja, ik vind het leuk, gezellig. Ik me vraag zich af waarom we een zonnebril opleggen. Hoezo? Sterkte. Dit gaat echt super goed. Oh, jullie lekker hoor. Weken voor een wedstrijd specifiek gaan trainen. Ik ben 7 weken geleden weer begonnen. En ik ben echt heel tevreden. Je moet heel even schreeuwen. Kom op, Dirk, pak hem dan! Doe dan! Ja, kom aan! Frans, kom op! Ik heb nu geleerd, begin vooral je eigen tempo aanhouden. Niet achter Hugo of Jurian aanrennen. En dan kan ik ze pakken. Dus dat gaan we de volgende keer doen. Nou, dat was hem weer. Nulmeting voor mij. Vond je dit nou een vette video? Vergeet niet de duimpje omhoog te doen. En deel het onder je vrienden. Waarderen wij weer enorm. Wij zullen weer wat actiever worden op onze social media. En wij zien jullie binnenkort. Check jullie later.